ronde moest hij stoppen? Waarom rijden jullie even door? Ja, dat is tactisch. Dan zetten ze de auto af. Dan hebben ze een beetje voorsprong op dat de motor niet weer hoeft. Maar voor de vrij. Kun je je voorstellen dat jij met 300 km per uur moet de baan heen tekst? En dat je dan nog tijd hebt om daarover na te denken. Wel heel bijzonder. Alonso, ook een fantastische race. Ja. Ja, wij zaten al met de voorbereiding weer van Jacques een keer kroop hier in de kopje dan maar even. Voor alle partijen dat er dus mensen serieus naar kijken om de sport beter te maken. Dat het voor ons nog leuker wordt in die race op dezelfde motoren daar ligt. En wat makkelijker straffen die zichtbaar zijn. Dus Olaf heeft bijvoorbeeld bij de FIA een nieuwe straf. Want dat vind ik beter. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we daar doen, dan gaan we daar winnen. Zo is het. Praten we nog een beetje moed in die Max als je tegenkomt, want het gaat goed komen daar zo. Meestal als er even een iets overheen is en er zit een klein drankje in en